Magazijnen moeten op elk moment kunnen voorleggen welke producten en hoeveel paletten dat ze in hun stok hebben. Hun inventaris moet dus met andere woorden up-to-date gehouden worden, wat momenteel nog gebeurt met een manueel cycle count. Zo'n manueel proces brengt heel wat kosten met zich mee, zowel in termen van arbeidskracht als tijdsduur, maar biedt ook risico's voor veiligheid aangezien personen op hoogte moeten werken om de bovenste paletten in een rek te scannen. Daarnaast maken mensen ook gemakkelijk fouten, waardoor de nauwkeurigheid van zo'n manuele inventarisatie vaak onder de 95% ligt. In het Inward Drones en Smart Connectivity project binnen Flanders Mijk hebben we gewerkt aan een geautomatiseerde oplossing hiervoor, waarbij een drone autonoom tussen de rekken vliegt en de paletten scant en lokaliseert in het magazijn. Voor het autonoom vliegen van de drone is de grootste uitdaging om ervoor te zorgen dat de drone zichzelf kan lokaliseren in het magazijn, omdat het GPS-signaal niet goed werkt in een gesloten gebouw. In plaats van op één dure technologie te vertrouwen, gebruiken we hier meerdere relatief goedkopere sensoren, zoals ultra-wideband, camera's en accelerometers. En door die verschillende sensorsignalen op een slimme manier te fuseren, zorgen we ervoor dat de zwaktes van de ene sensor worden opgevangen door de sterktes van de andere sensoren. Deze sensorfusieaanpak zorgt er ook voor dat de kostprijs van het totaalplaatje een grote orde lager ligt dan de oplossing met slechts één sensor die dezelfde resultaten behaalt. Voor het scannen van de paletten hebben we een camerasysteem ontwikkeld dat licht is in gewicht en dat scherpe foto's kan maken van de rekken terwijl de drone in een snelle vlucht is. Op die foto's laten we dan een algoritme los dat de QR-codes scant die op de paletten bevestigd zijn. Traditionele algoritmes bleken helaas niet goed of snel genoeg te werken, waardoor we zelf een eigen algoritme ontwikkeld hebben dat betere resultaten haalt, omdat het enkele applicatiespecifieke parameters kan gebruiken, zoals de grootte van de QR-code die op voorhand gekend is. Met dit algoritme halen we een nauwkeurigheid van 99%, wat een stuk hoger ligt dan de 80% nauwkeurigheid voor traditionele algoritmes. En ook hoger dan de 95% nauwkeurigheid van de manuele inventarisatie die ook veel langer duurt. En we halen die 99% nauwkeurigheid zelfs met drone-snelheden tot 3 meter per seconde, waardoor een drone slechts 3 minuten nodig heeft om een hele gang van 100 meter lang met twee rekken van 4 niveaus te kunnen scannen.